We zijn nu bij een feest van Transition Town. Wat voor soort feest is het vandaag? Ja, we hebben het met z'n allen georganiseerd, maar het is van Transition Town, oftewel de moestuin van het bergwegplantsoen naast de Humanitas. En we zijn eigenlijk nog een beetje bezig met de voorbereidingen, maar er komt straks hele leuke muziek van lokale artiesten. En het is heel divers ook. We hebben clowns, we hebben zakken vol met popcorn voor de kinderen. We hebben een hele mooie speelkate van het opzomeren. Dus het wordt heel divers. Ja. En hebben jullie nu ook lokaal voedsel? Voedsel uit de tuin, ja. En wat voor voedsel? Pompoensoep. We hebben nog van iemand een soort onkruidcake. Dat klinkt misschien een beetje onsmakelijk, maar dat is echt super lekker. Nou, dit is nu nog een beetje rustig, maar zometeen komen vast een hoop mensen kijken uit de buurt. Wat is jullie bedoeling ermee? Wat vinden jullie van bewonersparticipatie? Ja, dat is een heel chic woord waar ik eigenlijk niet zoveel mee te maken wil hebben. Want dan kom je op zichtlijnen uit en andere interessante woorden. Maar gewoon een leuk feest met leuke muziek. En de tuin wordt heel goed ontvangen hier. We krijgen hele positieve reacties van de buurt. En dit is eigenlijk een feestje om iedereen te bedanken voor de medewerking. En om het succes te vieren. Vanuit de organisatie zelf is helaas geen drank, maar deze meneer heeft wat versnaperingen meegenomen en komt gezellig op bezoek. En wat heeft u meegenomen? Ik heb een paar flesjes wijn meegenomen en een cake. En eet u ook uit de tuin mee? Nou, nee. Heb je lekkere soep? Ja, nee, ik heb echt gegeten. Lekker bij het bos gegeten. Oh. Met zuur, want ik eet hierboven. Ja, ik kan zelf goed koken. Maar je moet het halen, je moet het schoonmaken, je moet het weer afwassen. Er zit hier eentje. Nee, ik heb met een paar dames, maar een paar dames hierboven. Zit ik maar eens te eten of met mij enzovoort. Dus. Dus nu alleen nog een toetje? Nee, ik eet nooit nog geen toetjes. Als je hem zwaar hebt, die moet altijd flaven na zijn eten. Nee. Ja, het wordt een bijzonder dingetje, weet je, met vruchten en vruchten zo, weet je wel. Dan denk je, ja, dat is wel lekker. Maar voor de rest, nou ja, vooral met me gewoon mijn prakkie en dan een biertje erbij. En dat vind ik prima, een glaasje wijn, dat vind ik prima. Wat vindt u van dit feest van de Transition Town? Ik vind het ontzettend leuk. Ik heb zelf ook nog geholpen hier toen ze het verwaarloosde plantsoen wat hier was gingen rooien eigenlijk. Al die oude doornenstruiken. Het is een fantastisch initiatief. Het sluit ook helemaal aan bij wat wij als deelgemeente graag zien. Dat mensen zelf de handen uit de mouw steken en laten zien hoe het kan. Mensen kunnen het veel beter dan wij als overheid. En wij zijn ervoor om ruimte te geven en te faciliteren. En hoe is het seizoen eigenlijk geweest? Ja, heel erg goed. Er is ook heel veel gezaaid door Martine. En de tomaten zijn wat minder dit jaar. Maar de courgette en andere planten die doen het echt heel erg goed. Hier hebben we dus vrij veel opbrengst van wat ook door buurtbewoners lekker wordt opgegeten. En door onszelf natuurlijk. De mensen die helpen, die kunnen natuurlijk zelf ook lekker groentes meenemen naar huis. Ik zou zeggen op naar het feest. Ja, hartstikke goed. We hebben straks hele leuke muziek. Dus. Het nachtvolk ligt te de vervloeken, de stille brengen uit zijn muur. Hij ligt zijn eigen te beklagen, hij heeft het hart als zoete muur. Is de klant dan weer vertrokken, dan maak je enkel dit gebaar. Maar alleen de armen stakken, dat schop en slaat hij haar. Gooit je schepsel door de kamer, dat is al eenmaal zo'n sleur. En het angst dan kussen weten, uit angst misschien, aan zoete neus.